Rosebel Goldmines werknemersorganisatie, RGWO, is niet in actie. De vakbond heeft tijdens een vandaag gehouden persconferentie meegedeeld dat ze een gezondheidsgeschil heeft met de leiding van het bedrijf. Johan Seymour, secretaris-generaal van RGWO, zegt dat het personeel wel wil werken, maar hun gezondheid moet eerst gegarandeerd worden. Seymour zegt verder dat het bedrijf dit tot nu toe heeft nagelaten, ondanks de vele oproepen van de bond en de adviezen van het COVID-19 managementteam en de bemiddelingsraad. Nadat enkele personen bij het bedrijf positief zijn bevonden op het COVID-19-virus, heeft de bond aan de bel getrokken. Seymour zegt dat de eetgelegenheid en de gemeenschappelijke bad- en toiletruimten aangepast moeten worden in verband met COVID-19. Normaliter 4 mensen in een kamer waren. En vanwege de social distance die niet gehouden kan worden in de kamers, hebben wij als bond gezegd van we willen 1 persoon per kamer. En die 1 persoon per kamer zal 14 dagen blijven in zijn kamer alleen, zal zijn kamer alleen gebruiken. Dus hij zal zijn kamer schoonmaken, want hij is alleen daar. En dat is één van ze. De tweede is bepaalde plaatsen waar je de entry moest doen naar de keuken van de main gate, hebben we ook aangegeven aan het bedrijf om dat te vermijden. Omdat de mensen door een turning style doorgaan en alle dol mensen door daar laten gaan, kan de besmetting groter laten verspreiden. Een van de andere punten is, hoe vervoer je de mensen naar de site? Op welke manier? We hebben aangegeven dat als je de mensen swapt en je de mensen in een bus zet, en je hebt de swapresultaat nog niet, dan kan je de mensen niet vervoeren. Want ik moet gegarandeerd zijn, als ik met deze manier in een bus ben, moet ik mijn status kennen. Seymour beklaagt zich erover dat het bedrijf reeds een aantal jaren actief is in Suriname en weinig doet voor de gemeenschap waar het actief is. Volgens hem worden de medewerkers nu alleen bedreigd met geen uitbetaling of ontslag. De vakbond zal dat niet tolereren. Wij vechten voor onze leden, we zullen blijven vechten. En we zullen vragen naar alle de autoriteiten. We weten ook dat er een nieuwe regering is. We weten dat we een schakel zijn binnen de mijnwezen, binnen de goudsector als bond. Zo spoed mogelijk gaan wij ook de vicepresident, de kabinet, de directeur van het kabinet, ook de nieuwe COVID-team schrijven. Dat wij zo spoedig met ze willen praten wanneer het gaat om de gezondheid van onze arbeiders. Johan Seymour, secretaris-generaal van de Rosebel Goldmines werknemersorganisatie, was dat. In een persbericht meldt Rosebel dat ze vanaf 19 juli geleidelijk aan weer van start gaat met de werkzaamheden. Het bedrijf zegt dat er preventieve maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Het geschil met RGWO over de uitbetaling zal volgens de leiding van het bedrijf afgehandeld worden volgens de CAO.